Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Zo, wat hebben we vandaag? Beste meneer Rutte. Hallo. Hoi. Goed, wat bent u? Hallo, mijn Mergkamp. Hoi. Van Beking. Hallo minister Hugo Borst, hoe is het? Kom verder, welkom hier bij D66. Oh, de groep is daar nog klaar. Ik heb u een brief geschreven over de Waaijong en het nieuwe regeerakkoord. Daar heeft u op gereageerd. Ik denk dat we wel wat doen, maar jij zegt, waarschijnlijk kan er meer. Jij hebt net als ik ook zo'n knijterlast van prikken. Ja, zeker. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik heb echt zoiets van, waar is dat? Ik wil zo snel mogelijk weg. Wat een mooie buffermodellen heb je geregeld. Dank je. Lijkt me gewoon heel interessant om gewoon eens een keer een dove presentator te hebben. Jij hebt epilepsie, maar dan lig je op de grond en dan ga je spartelen. Ja. Ik ben Klaas en jij gaat dan schrikdraad met mij. Go! Zo! Dan geven we gas. Dagje. Dan geven we gas. Rustig. Ik wil een boodschap overbrengen aan de samenleving. Ja. Dat als je een beperking hebt, ben je niet anders. Kan ik dat uitproberen? Ja, natuurlijk. Ik lijk wel een beetje dronken. I'll be your physiotherapist for today. I'm gonna make you walk. Het is zo gaaf dat jij dit mee mag maken. Ongelooflijk, ik krijg er helemaal kippenvel van. Wat vind je ervan dat jouw zusje gewoon een hele belangrijke petitie is gestart? Dat vind ik wel belangrijk dat ze dat doet. Want dan kunnen mensen met een beperking ook gewoon verder leren. Je krijgt de kans om te stemmen. Je moet goed weten waar je dan op stemt. En we gaan vanavond oefenen hoe dat dan werkt. Ja, mag er iemand mee in het pashokje? Nee, er mag niemand mee in het stemhokje. Ik zie dat het ook lekker gemengd gezelschap is. Gezellig, man. Ja, daar maak ik een onderscheid in. Ja. En je ziet ook dat met zulke dagen dat daar ook relaties onder staan. Oh, wat gaaf. Mooi, man. Ik heb zelf een broer die een beperking heeft. En die kan niet sterk en die kan niet stemmen. Ja. Maar wat voor beperking heeft hij eigenlijk, als ik vraag mag? Nou, die is dus 70, maar hij is in principe is die pas 8. En push. Push. Oh. Ja. Maar jongens, die zijn allemaal uniek. En toch worden jullie over één kam geschoren. Hey, je staat met je lange armen. Crush. Crush. Nou, je ziet dus echt geen steken. Ja, dit gaat goed voor de kijker, ja. Laat eens een beetje. Dus dan zeg jij uit de grond van je hart. Man, ik ga stemmen. Zo bijzonder zegt dat zo... Ik doe niks, ik kan niks met mijn benen doen, dus het zitten gaat ook vanuit het pak. En de winnaar is... No Lee. Fijne dag. Helemaal goed. Het is eigenlijk jullie Oscar. Jullie Grammy. Jullie gouden kalf. Dames en heren, delen lijken dat het zoveel mogelijk iedereen het ziet. Duimpje. Duimpje.